De ceremonie staat op het punt van beginnen. Het stadion zit ook weer helemaal voor. En Leon die spreekt de menigte toe dat het eindelijk gaat gebeuren. Iemand gaat hem uitdagen. Yo Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En zit je nog niet in de Rikachu Army? Heb je nog niet op abonneren geklikt? Doe dat dan even hier beneden, want dit is gewoon gratis. Dus ik zou dat gewoon doen. En weet je, we zijn bij de finales aangekomen van deze game. We mogen de finales gaan spelen. Alleen, met welk team gaan we dat doen? Jullie zien het nu aan de linkerkant staan. Ik heb nu een Cinderace, Arcanine, Colossal, Salazzle, Chandelure en een Santiscorch. Alleen, de zon schijnt hier in de Lake of Outrage. En dat betekent dat we hier best wel wat goede vuurtype Pokémon kunnen gaan vangen. Niet hier in het water natuurlijk. Ik moet even uitkijken dat ik niet tegen allerlei water-Pokémon aanvlieg, want dan heb ik een probleem. Maar hier zo, in dit stukje, kan je nu allerlei vuur-Pokémon vinden. En we gaan eens gewoon eens even kijken of ze inderdaad hier rondvliegen. Kijk, dit bijvoorbeeld. Een Flareon! Super cute! En Flareon is ook level 56, dus dat is best wel hoog. En ik ga natuurlijk niet proberen om hem te slopen. Ik ga proberen om hem te vangen. Hij doet Lava Plume en dat is niet very effective. En mijn Incinerate is natuurlijk ook niet very effective. Wacht. Ik kan het helemaal niet gebruiken. En ik wil natuurlijk geen Steen Move gebruiken, want dan sloop ik hem gelijk, denk ik. Laat ik maar even switchen naar Ronald. Dan kan die even Double Kick gaan doen. Dat is toch niet zo'n hele sterke aanval. Daarmee maak ik die Flareon echt niet kapot, denk ik. Dit moet wel goed komen. Double kick. Dat overleef je wel toch, Flareon? Kijk, ja, zie je, dat overleef je makkelijk. We kunnen dit zelfs nog een keertje doen. Hij doet weer Last Resort. Dat raakt mij helemaal niet. Dus ik doe gewoon nog een keertje double kick. Rustig gaan. Hij is in het rood. Nu kunnen we hem rustig gaan vangen. Nadat hij wel Flare Blitz heeft gedaan. Hij kent wel... Oh, shit, hé. Hij kent... Nee! Flareon! No! Oh, wat een henkie. Waarom doe je dit nou? Respawn Flareon als ze bijvoorbeeld weer teruggaan naar een andere route. Dit is super stom. Ik wil gewoon sowieso even die Flareon vangen, jongens. Oké, laten we heel eventjes hier naartoe gaan. Even terug fietsen. We kunnen ook wel eventjes kijken of er misschien wat goede Pokémon in die raids te vinden zijn. Kijk, want hier zijn best wel wat raids gaande nu. Zou er hier vuur-Pokémon in zitten? Oké dan. Jee, we komen ook een Vulpix tegen, maar die hebben we al gevangen. We hebben al een Vulpix. Die hebben we niet nodig, dus laten we maar weggaan. Hier schijnt trouwens ook de zon heel fel. Misschien zitten hier ook nog wel andere vuur-Pokémon. Hawlucha, Fighting and Flying. Nee, die mogen we niet vangen. Oh, oké, dit was niet de bedoeling. Maar de vraag van de dag is dus, met welke Pokémon moet ik de finale gaan spelen? Moet ik nog nieuwe Pokémon gaan vangen, zoals bijvoorbeeld Rotom, Turtonator of misschien toch Flareon, als die nog terugkomt? Of moet ik dit gewoon gaan spelen met het team wat ik op dit moment heb? Ik kan in ieder geval wel even Corviknight XP'tjes pakken. Altijd chill dat die in Corviknight vliegt. Hoppa, Incinerate. Oké, ik sloop hem niet in één keer. Oké, verrassend. Ja, dan doen we dit toch gewoon lekker in twee keer. Hoppa. Oké, laten we teruggaan. Laten we kijken of Flareon weer is gerespawned. Of dat het klaar is, dat we nu gewoon geen Flareon meer kunnen vangen. Oh nee, nee, hij heeft echt zelfmoord gepleegd. Oh, wat jammer. Kijk, daar loopt wel een Arcanine. Oeh, en Heatmorse. Oh, en Chandelure. Allemaal vuur-Pokémon hier, jongens. What? Oké, laten we eerst even deze Heatmorse gaan checken. Er zijn hier best wel veel, dus ik ga gewoon Rock Blast doen. En dan zie ik wel of hij het overleeft, ja of nee. Oké, Rock Blast ziet erop. Als ik hem twee keer raak, is het prima. Ik hoef hem niet te verslaan. Drie keer mag ook. Oké, nu stoppen. Nu stoppen. Stoppen. Stop. Stop met aanvallen. Ja, oké, nice. Dat is precies goed. Laten we maar gewoon een Ultra-balletje gooien. Dat moet hopelijk voldoende zijn om deze Heatmorse te vangen. 1 en 2 en 3. Hoppa. Ja, hebben we hem? We hebben hem. Lekker. Alleen, hoe gaan we Heatmorse noemen, jongens? Terwijl Bardo en Dionne allebei een level omhoog gaan. Oh, Bardo wil even Fire Lash leren. Ja, dat is super nice. Laten we die maar in plaats van Flame Wheel doen. Nice. Goed aanvalletje, Bardo. Lekker. Wie is Heatmorse? Welke YouTuber is een Heatmorse? Hij kijkt een beetje chagrijnig. Hij lijkt ook al wat ouder. En hij heeft niet echt een tong, hij heeft een vlam. Iemand die veel praat. Oh, wauw, hij eet Durant gewoon op. Omdat zijn tong gelijk die Durant laat smelten in zijn mond. Oké, dus iemand die veel woorden heeft. Hij praat veel. Hij heeft een vlam als een tong. Hij is al wat ouder. Jongens, dit is Paul. King Alert. Jij hebt King Alert. Daar praat je alleen maar over andere YouTubers. Dus dit is een perfecte match, jongens. Paul, ik zeg niet dat je chagrijnig bent. Die laat ik even vallen. Oké? We hebben Paul van King Alert in deze serie. Let's go. Nice. Alleen,
Moet hij dan in mijn team? Ik stuur hem nu even naar de box. Dan gaan we nu even zijn stats bekijken. Level 58 is hij. En dit zijn zijn stats. 147 op special attack. 112 op attack. Defense in de 80. Speed in de 80. 181 HP. Nou wil ik dus weten of Wilbo een beetje diezelfde stats heeft. De defense van Wilbo is beter. De speed van Wilbo is beter. Alleen de attack is allebei best wel een beetje minder. Dus hebben we een aanvaller nodig of een verdediger. Wilbo is de betere verdediger. Heatmore. Paul, dat is de betere aanvaller. Laten we eens even kijken welke moves Paul heeft. Oeh, psychic. Kent hij psychic moves? Inferno is best wel sterk, maar die mist heel snel. Dit zijn niet hele goede aanvallen, maar we kunnen natuurlijk altijd kijken welke aanvallen Paul nog kan leren. Oké, ik vind het een goede optie, jongens. Oh, daar komt er nog één. Oh, daar komt er nog één. En ditto's leven ook hier. Dus als je een ditto'tje nodig hebt om eitjes uit te broeden, dan kan je die natuurlijk hier gaan zoeken. We gaan straks eens even kijken welke moves ik allemaal kan leren aan Paul, jongens. Wat zit hier? Oh, oké, rustig aan. Arcanine, chill. Easy, jongens. Easy. Je hoeft niet gelijk zo boos op mij te worden, Arcanine. Oké, hij doet easy. Hij doet een klein embertje. Dat vind ik dan wel weer lief. Deze Arcanine is echt best wel veel sterker dan de Wilbo die ik heb. Maar ik ga niet mijn Wilbo inruilen voor een willekeurige andere Arcanine, jongens. Daar ga ik natuurlijk niet aan beginnen. We raken hem trouwens ook 5 keer. Oh, lekker hoor. Rock Blast is misschien toch niet zo'n hele verkeerde keuze geweest. Don gaat de level omhoog naar 56 jaar. Zie je het? Wilbo, die is pas 51. 5 levels lager dan de wilde Arcanine hier. Ik zie daar een Flygon. Ja, die mag ik niet vangen. Durant mag ik niet vangen. Golurk mag ik niet vangen. Oké, en in dit stukje, daar hier vliegen soms wel eens Rotoms rond, jongens. Dus eigenlijk moeten we hier op zoek gaan naar Rotoms. En niet zozeer naar Colossals, want die hebben we al. Daar ga ik dan ook maar niet tegen battelen. Dus even kijken hoor. Ik zie voorlopig nog geen Rotoms, alleen Heatmors en Arcanines. En de Rhydons. Nee! Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Ah, dat is weer een Rhydon. Nee! Als het goed is, moet hij gewoon spawnen in de overworld trouwens. Dus ik kan het beter eventjes... Oh, nee! Nee! Ik moet wel opleven letten, jongens. Flygon is een groot probleem. Nou, laten we dan maar weer even wat Arcanine XP pakken. Oeh, deze Arcanine is wel sterk, man. Ja, nog één keer. Raak hem nog één keer. Ja hoor, daar gaat hij. Lekker. Oké. En Ronald gaat naar level 57. Ik zit even te kijken, maar Rotom kan je dus alleen maar vangen bij Thunderstorms of als het regent in de Lake of Outrage. No! Ik wil zo graag een Rotom, omdat ik dan kans heb tegen Nessa. En Flareon was hem ook al gesmeerd, dus die kunnen we ook niet inzetten. Maar laten we wel even kijken welke moves Heatmore kan. Want Heatmore is wel echt aardig wat leveltjes hoger dan Wilbo. So, let's go. Laten we even kijken welke moves Paul kan leren. Eens even kijken. Hij kent Lick, Tackle, Fury Swipes, ook Incinerate, Bug Bite, Stockpile, Swallow, Spit Up, Fire Lash. Kijk, Fire Lash is sowieso heel nice. Eigenlijk wil ik die sowieso in plaats van Inferno of niet. Want zijn special attack is wel hoger dan zijn normal attack. Sowieso moet hij dan Incinerate kennen. Die gaat in plaats van Fire Spin. Laten we even gaan kijken naar de TM's. Misschien helpt dat. Magical Leaf. Nee, dat gaat hem niet worden. Brutal Swing kan die wel leren. Dat is een dark move. Is niet super sterk. Whirlpool kan natuurlijk ook niet. Wat kan hij nog meer? Wel. Dick kan hij ook leren. Dus dat is op zich wel nice. Want die kent Wilbo natuurlijk ook. Moet ik wel even Paul selecteren en niet Don. Ja, Home Claws mag wel weg. Wat kan die nog meer voor goede moves leren? Ja, voor de rest kan hij ook niet zo gek veel leren hoor. Maar goed, hij is wel een paar leveltjes hoger dan Wilbo. En hij kent ook Dick. Dat is het belangrijkste. Ik heb ook nog even gedacht aan Turdenader. Maar die zit natuurlijk in Pokémon een sword en niet een shield. Dus die kan ik hier niet vangen. Dat vind ik wel jammer. Dat had wel een hele goede toevoeging geweest aan mijn team. En we zijn er, jongens. We zijn er. We kunnen dit toernooi gaan proberen te doen. Het zal niet makkelijk worden. Ik wil eigenlijk eerst nog even wat items halen. Dingen als revives en potions en dat soort dingen. En ik zou ook nog even wat full restores bijhalen voor de zekerheid. En ik hou dan toch maar gewoon Wilbo in mijn team, denk ik. Want weet je, ik ben all the way gegaan met Wilbo. Die is er vanaf het begin bij. Wilbo hoort eigenlijk wel in het team. Ik heb nog 2 rare candies over. Die geef ik allebei even aan Ronald. Want Ronald, die is net de level omhoog gegaan, dus daar is het dan het meest nuttig bij. Die krijgt dus 20.000 XP'tjes bij. En die is 59. En daar gaan we. We gaan het doen, jongens. Dit toernooi. Oh my gosh. En daar staan ze allemaal, jongens. De Pokémon kampioenen van, of tenminste de league trainers, of de gym trainers. Waaronder ook Pierce, die is er ook bij. En we gaan onze eerste battle doen, jongens. De ceremonie staat op het punt van beginnen. Het stadion zit ook weer helemaal voor. En Leon, die spreekt de menigte toe dat het eindelijk gaat gebeuren. Iemand gaat hem uitdagen. En wie zal dat zijn? Ik denk Nessa. Ja, en we weten allemaal, BD komt ook even stoer doen. Die zegt van ja, nou, als ik verlies, dan stop ik ermee. Dan ben ik een grote loser. Maar ik moet iets doen om een revenge te pakken. Dus hij wil deze battle aangaan. En weet je wat, BD?
Het is prima, jongen. Let's go. Kom maar op met je Pokémon. Daar is het trippy BD muziekje. En hij begint met Mawile. En we hebben al eerder gezien dat als het goed is Mawile niet zo heel veel problemen voor ons oplevert. Dat is natuurlijk ook een Steel-type Pokémon. Dus die kunnen we nog makkelijk verslaan als het goed is met deze eindbaas, met Colossal. Nou, we hebben hem in ieder geval geburnt. En mijn Rocky Helmet doet hem ook damage. Maar ja, ik denk dat het... Oh, wacht. Ik ben flinched! Dude, heb jij gewoon alle geluk nu? Ga je gewoon nog een keer even Iron Head doen? Nou, dan pak je nog een keer lekker veel damage. Terwijl ik helemaal niks hoef te doen. Ik doe wel een Heat Crash op zijn bakkes. En dat is voldoende om Mawile te verslaan. En eigenlijk heb ik 2 Pokémon die de rest van de Fairy Type zouden kunnen verslaan. En dat komt deels omdat het ook Psychic Type Pokémon zijn. En dat zijn Dionne en Thomas. Ik moet het tijdens deze battle hebben van die twee. Van Dionne en van Thomas. Dus let's go, Dionne. Pak die Gardevoir maar even aan dan. And let's go, Poison Fang. Probeer deze te enemy ook even te poisonen. Ja, oké, dat lukt. Nice. Dan ben ik benieuwd wat zij gaat doen. Zij doet een psychic-ie. Ja. Oké. Okay. Nou, dan mag Thomas het even allemaal op gaan lossen, jongens. Dat moet wel gaan lukken met Hex dan. Let's go. Ik denk dat Gardevoir hier wel down door gaat, toch? Ja, Gardevoir is gone. Is down. En dat is Pokémon nummer 2. Dan nu, Rapidash. Ik ga nog even niet switchen. Nee, ik ga een Shadow Ball op zijn hoofd gooien. En ik hoop dat ik sneller ben. Oh, nee, ik ben niet sneller. Maar ik overleef dit wel. Een Shadow Ball. Kom maar op Rapidash. Ja, nice. Super effective. Nou kan ik Thomas laten staan, maar Thomas heeft al best wel wat damage gepakt. Dus ik denk dat ik het op zeker ga spelen. En gewoon Ronald er even uitstuur. Ik ga vervolgens Ronald niet Dynamaxen. Ik ga hem gewoon aan laten vallen. Dan ga ik de volgende Pokémon eruit sturen. En dan eventueel Thomas op een gegeven moment healen. Zodat hij de laatste paar super effective klappen kan geven. En dat dan natuurlijk ook in Dynamax vorm. Dat snapte wel. Dus ik ga nu gewoon Pyro Ball doen. Pyro Ball is sowieso al super sterk. En dan gaan we eens kijken of we dat kunnen overleven. G-Max Head Terrain. Wacht wel dat ik sneller ben nog steeds. Ja, kijk, ik ben nog steeds sneller. Oké, Pyro Ball. Meer dan de helft damage. Max Mindstorm. Deze moet ik even overleven. En ik overleef hem ook. Heerlijk dit. En dan is het klaar. Met de tweede Pyro Ball van Ronald is het gefixt. Het terrain is down. En zo hebben we BD verslagen, jongens. BD mag voor eens en altijd naar huis. Dikke doei, BD. Tot de volgende keer. Ja, we gaan hem sowieso nog tegenkomen. Kijk, hij heeft wel een iets vredigere blik nu in zijn ogen. En er wordt vanuit het publiek geroepen dat hij zijn carrière gewoon moet vervolgen. En dat gaat hij natuurlijk doen als gymleader in plaats van Opal. En zo hebben we de eerste battle gedaan. En de volgende battle is tegen Nessa. Ik had zo graag die Rotom gehad. Maar we zullen het moeten gaan doen zonder Rotom, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog als je vertrouwen in mij hebt. Ik heb jullie support nodig, jongens. Dus abonneer op dit kanaal. En volg me op twitch.tv/Rickachu als je me ook live wil zien gamen. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende hele moeilijke, super zware video. Mazzel!